het al waard is. En Lammertink weet, Keizer zit er nog achter. Lichthart zit daar nog achter. Van Kanselij zit in een zetel met drie man in die achtervolgende groep. Het wordt dan interessant. Ja. Zij zijn alvast in de diepstraat ingeslagen. De twee koplopers. De voorsprong is iets meer nog dan 10 seconden. Want hier zijn de achtervolgers onder aanvoering van Kritski. Over startfinish komen Bram Tankink en Maurits Lammertink. En Lammertink met de tanden al bloot, ik zou bijna zeggen op zijn bogerts, over de finish. Bek wagenwijd open. Het kost een hele grote hap energie. Kritski over finish met Martijn Keizer. Met Rudiger Seelig zit er ook nog bij. De man van Katusha. Die in de sprint nog wel wat zou kunnen gaan verrassen. Opgepast voor hem. Vorig jaar won hij de sprint van het peloton in deze Volta Limburg Classic. Nu zou hij belang bij hebben om erbij te gaan. Bij te komen. De World Tour ploegen spelen nu wel een hele belangrijke rol in deze finale, Mark. Ja, dat denk ik zeker. Maar ik ben even benieuwd. Katusha zag ik toch zo flink op kop rijden. Voor welke sprinter rijden? Voor Seelig. Die gaan rijden voor Seelig. Voor Seelig. De Duitser die vorig jaar dus de sprint van de peloton wist te winnen. Die vanmorgen al zei dat hij hoopt snel terug te kunnen keren. Toen hij bij Bas van Milken stond op het podium. Op dit podium vanmiddag. Hij zou zo nog maar eens gelijk kunnen krijgen. Hij rijdt met het rugnummer 1. Of dat dan toch iets extra's met hem geeft. Normaal is het de winnaar van het jaar van tevoren. Maar daar hadden we van naald. Die was ziek naar huis. Maar... Katusha, dus op weg naar misschien wel een plek om zichzelf op te volgen op de erelijst van deze Volta Limburg Classic. Wat gebeurt er dan daadwerkelijk in het kleine beeld dat Maurice Jesse heeft op de motor? Maurice. Ja, we zitten hier bij Mark de Maar. Dat is een probleem voor Mark de Maar. Woeske Barend, zijn ploegleider, kwam er langs. Nu gaat die ploegleider naar voren langs, want er zit schijnbaar nog een ploeg, Martijn. Maar de Maar laat hij achter. Nee, hij zit de knipperling uitstaan, die ploegleider. Dus is er een defect bij Mark de Maar. Want Mark de Maar, rijdend voor de Amerikaanse ploeg, ja, wordt nu terrein getrapt. Waarschijnlijk heeft daar een lekker voor op een bijzonder ongelukkig moment voor de Nederlander in Amerikaanse dienst. Moet hij voorlopig even die groep laten gaan, gaan we even hem opwachten om dadelijk te kijken of Mark de Maar weer zijn plek in die groep kan innemen. Maar ondertussen zijn er al een auto of 7-8 langs en voorlopig stuur Mark de Maar niet. Ja, even een nieuw voorwiel gekregen en hij heeft zich weer op gang getrokken. Zit nog steeds tussen de auto. Dat is een mooi teken voor Mark de Maar. Brilletje in de nek gelegd, Davide Rebellin. Het is niet de sprinter die we verwachten op het vlakke, maar misschien heeft hij er toch zin in als hij weet dat hij slechts 11 kilometer van de finish is in een winnende positie. Want deze groep gaat toch aansluiting krijgen, zo dadelijk bij Lammertink en bij Bram Tankink. En we hadden het net al even over Peter Schulting, de man van het nationaal team. Won dus de kernenomloop, betekent ook dat hij hele snelle benen heeft, is een hele rappe man in de finale. Seelig is een grote favoriet van Katusha. Niet voor niets rijden deze mannen zich helemaal leeg om de aansluiting te maken. Natuurlijk Lichthart zit ook wel in een zetel. We weten dat Keizer bij hem is en dat ook Lammertink nog bij hem is. En Lammertink zelf ook een snelle jongen, maar die heeft wel wat energie verloren in die kopgroep ongetwijfeld. 9 seconden, dus die worden teruggepakt. Sander Armee is de man van Topsport Vlaanderen met toch een beetje nog de witte benen in de vierde positie. Martijn Keizer moet het werk opknappen namens Van Kanselij. Twee man dus van Katusha die het daar proberen. Dan hebben we het over Kritski en ik denk dat het Smoekoelis is die mee zit. In het oranje shirt zagen we dus Peter Schulting. En zij gaan er daadwerkelijk aan. Worden zo dadelijk gepakt. Maurits Lammertink en Bram Tankink. Twee lokale rondes dus. Ze gaan hier nog een keer langskomen zo dadelijk. Ik ben benieuwd naar de plannen van Blanco. Ja. Ja, als je geen sprinter bij je hebt, dan... Dan moet je nog een vluchtpoging gaan organiseren. Dan moet je nog gaan proberen te organiseren. Ik denk dat het tempo gewoon nou hoog gehouden wordt door Katusha en ook door Van Kanselij, denk ik. En dan is het heel moeilijk om nog natuurlijk weg te komen. Ze worden hier gepakt. Het zit erop voor Tankink en voor Lammertink althans. Als het gaat om de kop van de wedstrijd voor dit moment. Blijven natuurlijk deel uitmaken van die uitgebreide kopgroep van. Wat zal het zijn? Man of 25, 30. Grote groep. Doet me toch erg sterk denken aan de wedstrijd van 2 jaar geleden. De wedstrijd van Lichthart. Toen we ook met een groep van een man of 40 de finale ingingen in de laatste ronde. Toen Lichthart wel wist te winnen. Nou, nog maar ploegleider erbij. Waarom niet?
Het is druk genoeg. Het is smal. En toch kan het. 4 uur en 51 minuten zitten we op de fiets. We gaan naar, laten we het noemen, de bel voor de laatste ronde. Voor deze mannen die de kopgroep vormgeven. Het zijn een man of 20 met de aanvalspoging op dit moment van Jan Bartha. Bartha die het probeert. Het tempo is bijzonder hoog. Alles op een lint, dat is logisch. Probeer nog maar eens weg te komen. Daar zijn de mannen die het moeten gaan doen. Bartha zou het dan moeten gaan doen. Daar komt Rüdiger Selig van ver aanzetten. Gaat dat doen. Paul Martens komt erachter. Lichthart in derde positie. Gaat Lichthart het opnieuw doen voor Martens of niet? Dat is de sprint die wordt ingezet. Nog altijd Selig. Oh, wat gaat die ver weg. Oh, wat een verschil is dat. Handjes nu al in de lucht. Dit is de zege voor de nummer 1. Rüdiger Selig. Die het hele pak zomaar in elkaar weet te pakken. Selig, de Duitser, met een enorme overmacht wint hij deze Volta Limburg Classic. Dat is inderdaad ongelooflijk. Wat een ruimte, wat een verschil. De nummer 1 die het dit jaar overneemt van Pavel Broet wint deze sprint. De Duitser Selig wint de sprint en staat al bij Maurice de Heus. Herzlichen Glückwunsch. Letztes Jahr waren Sie auch schon so schnell hier. Dann war Pavel Brut der Beste. Sie waren am schnellsten. Eigentlich wie das letzte Jahr, oder nicht? Keine Ahnung. Es war für uns sehr durchwachsen heute. Aber komm. Ich versuchte die 1 zu verteidigen und ich denke, es ist gut gelungen. Ne? Wie war das für euch, für Sie jetzt heute? Brut war nicht dabei. Sie bekamen die Nummer 1. Gibt es da noch ein spezieller Druck? Bin ich geil, was ich mit Terwijl we hier nog even natuurlijk de gelukwensen krijgen. En dan halen we nog een keer de vraag of er nog speciale druk zat bij het wegvallen van Pavel Broet. En het nummer 1 wat achter op de rug stond, die nummer 1. Gibt es nog iets spezielles? Etwas druk? Oder gibt es energie? Energie, auf jeden Fall. Dadurch, dass wir letztes Jahr gewonnen hatten, top motiviert. Und wie gesagt. Ze hebben mooie beelden dus van de winnaar van Rüdiger Selig, de Duitser die hier vandaag een van de mooiste overwinningen boekt uit zijn carrière. Zoals gezegd, Pavel Broet, zijn landgenoot, de titelverdediger eigenlijk van de Hel van de Mergeland, de Volta Limburg Classic, die was er niet bij. Betekent dat de druk vandaag lag op Rüdiger Selig. Also, wat betekent dat jetzt voor Sie, deze ziek hier in de Volta Limburg Classic? Ja, zo voor mij. Zeer, zeer geil. Ik heb me gut drauf vorbereitet, habe mich gefreut auf das Rennen, weil es liegt mir schon so nicht ganz flach, nicht ganz bergig. Genau das Richtige für mich. Nochmal herzlichen Glückwunsch. Rüdiger Selig dus, de man van Katusha uit Zwenkau, 24 jaar is die, pakt een mooie zege hier voor Pim Lichthart en voor Paul Martens. Zo kwamen ze de diepstraat op en de finale voor het laatst in die sprint die dit jaar 100 meter is verlengd. Misschien nu wel in het voordeel van Selig. Hij moest wel eventjes van ver komen. Alhoewel, in tweede positie komt hij daaruit. Martens zit dan daarachter. Martens die in tweede positie komt. Lichthart zit daar dan achter, de winnaar van 2011. Maar het is Selig die dan in één keer een hele grote jump maakt. En zo een fietslengte voorsprong neemt op Martens. Lichthart gaat eroverheen. Die wordt uiteindelijk tweede. Nog maar eens kijken naar de laatste 100 meter in slow motion van de Duitser uit Zwenkau. Die hier op deze zaterdagmiddag de 40ste editie van de Volta Limburg Classic wint. Martens wordt trouwens 3. Zie ik daar dat de Rebellin 4e wordt. Komen we daar nog even op terug. We gaan even naar Pim Lichthart bij Maurice Deus. Pim, want iedereen dacht eigenlijk het wordt het scenario van 2011. Toen boekte hij hier een hele mooie overwinning. Ging ook met een grote groep naar de streep. En lange tijd leek het scenario een beetje op dat draaiboek van 2 jaar geleden. Voor jou ook? Ja, ik voelde me eigenlijk goed en Martijn heeft een ultieme poging in de laatste 3 kilometer. En daardoor zat ik eigenlijk vuil mijn gemak erachter. En ja, 2 jaar terug kwam ik ook als derde uit de bocht en kon ik er overheen komen. En nu had ik de power net niet om mee te doen voor de winst. Maar ik denk dat we de ploeg een hele goede koers hebben gereden. Altijd initiatief bij ons geweest en nooit de koers uit handen gegeven. En ja, het is jammer dat je niet afmaakt, maar de ploeg heeft een goede koers gereden, denk ik. Er was nog even speculatie vanuit de commentaarset over de vraag Martijn Keizer die ging weg. Betekent dat Lichthart niet goed is? Of is het juist de zetel waarin Lichthart dadelijk naar de streep gedragen wordt? Nee, het is gewoon, ik bedoel,
Kijk, Martijn komt ook niet vaak in zulke situaties en hij mag ook zijn kans gaan. En ik had Maurits nog bij me. Dus ja, als Martijn gaat en de jongens van Katusha doen net iets te veel, dat ze liggen in de paniek raken en die moet zelf gaan. Ja, dan heb ik meer kansen voor mij en nee, bij onze ploegen mag dat gewoon. Over 2 weken, die andere race hier in de buurt. Ja, ik ga mijn best doen. Succes jongen. Ja. Pim Leegtaart dus, met de tactische overwegingen. Keizer moest gaan om Selig in disbalans te brengen, laten we het dan zo noemen. Daarvan was weinig sprake, want dit is de gigantische overmacht. Selig dus voor Sonny Colbrelli, voor Paul Martens, voor Ribbelin. Die wordt dan hier vierde en Leegtaart wordt vijfde. Daar zal hij dan toch tevreden mee zijn. Zoals hij al zei, Van Kanselij heeft de hele koers wel goed meegereden, kunnen controleren, maar niet kunnen winnen. Wat vindt daarvan de man uit Sibbe, Rob Ruig? Ja, want Rob Ruig, we zagen je in het begin van de wedstrijd. Waar bleef je? Ja, ik dacht eigenlijk dat dat wel een goede slag was. Alleen opeens komt het peloton heel snel terug. En dan gaan we nieuwe mannen. Ik denk dat we als ploeg de koers goed in handen hadden. Alleen ronden we het niet af, hoor ik nu net. Dus dat is wel jammer. Want je reed heel erg sterk hier in het begin. Een beetje een herhaling van de laatste jaren, waar je ook een moeilijk voorseizoen had. Maar in de helft van het Mergeland, de Volta Limburg Classic, ineens weer vooraan te zien was. Vandaag was het toch een kwestie van de accu bijna leeg? Of was het meer ploegentactiek? We zaten iedere keer alles te counteren. En soms kan je geluk hebben om mee te zitten. En, ik denk dat we als ploeg goed mee zaten. En het was toch een tactisch steekspel. En helaas kunnen we niet afronden. Hoe is het met de vorm, Rob, verder voor die wedstrijden die er nu aankomen? Goed, het voelt goed aan, dus ik stel me niet teleur. Goed, voor succes komende weken, dankjewel. Ja, dan gaan we nog even door naar Bram Tanking, want die staat hier op ons te wachten. En Bram Tanking die zat in een geweldige positie waarvan Mark Lot zei, als ik vooraan lag, dan was ik altijd een beetje zenuwachtig. En Tanking die heeft dat ongetwijfeld ook. Was dat zo, Bram? Begonnen de zenuwen mee te spelen of was het gewoon vechten tegen een heel sterke achtervolgende groep? Ja, sowieso. Het zag er heel even goed uit voordat we hier de laatste rondjes kwamen. 45 seconden met 2 man. En wij wisten echt niet wat erachter zat. Wij hoorden eerst 4 man. Kijk, en als je 45 seconden op 4 man hebt, dan wordt het een lastig verhaal natuurlijk voor die 4 man erachter. Dus waren de papieren redelijk goed, maar toen zagen we in één keer een bordje met 20 man op 30 seconden. En toen over de finish 15 seconden, dan weet je dat het gebeurd is. En dat was wel heel spijtig. Maar we hebben er gewoon volle bak voor gereden met z'n tweeën. Hey, schatje. Ja, kom maar even bij papa. Ik zal je even helpen. Want dat hoort er ook een beetje bij. Kan genieten van papa die een hele mooie wedstrijd heeft gereden. Als je nog even terugkijkt naar die wedstrijd nu. Hè, want het is voor jou natuurlijk ook speciaal. Terug van een sleutelbeenbreuk. Hoe voelt het weer vooraan? Ja, dat is wel echt lekker. Het is wel, wel goed voor de moraal dat je zo weer mee kunt doen. En ik ga morgen naar Baskeland. En ik voelde vorige week in criterium dat ik het toch al een redelijke conditie had. En dan is het lekker dat je hier gewoon met de beste mee kunt. Ja. Moet ik je even vragen, Bram, hoeveel komen er nog? Want we hebben hier nog een dochter van jou. Is het hiermee klaar? Nee, mevrouw is weer in verwachting, dus er komt nog een derde. Ja, dat doen we dan volgend jaar, als dat er nog mag komen. Geniet nog even in ieder geval met je dochter van een hele mooie race. Fijn dat je weer terug bent. Dankjewel. Dankjewel. Hey. Bram Tanking dus met een knappe prestatie, terwijl de eerste sneeuwvlokjes weer langzaam omlaag vallen in IJsden. Alsof het zo had moeten zijn in deze Volta Limburg Classic. Tanking dus blij op weg naar het Baskenland, zich in vorm rijdend voor de wedstrijden die komen gaan. Bijvoorbeeld de Amstel Gold Race over 2 weken, over een dikke 2 weken. Terwijl wij nog een keer kijken naar die sprint met overmacht gewonnen door de Duitser uit Zwenkau, 24 jaar van Katusha. Maar het rug nummer 1, wie anders dan hij, gaat ook op het podium staan met het eentje ervoor. Rüdiger Selig, geflankeerd door zijn landgenoot Paul Martens en de Italiaan Sonny Colbrelli, die op de tweede plaats mag gaan plaatsnemen. Selig dus, de winnaar van deze 40ste editie van de Volta Limburg Classic. De opvolger van Pavel Broet, opnieuw een zegen voor Katusha. De Italiaan Sonny Colbrelli die mag plaatsnemen op het podium namens Bardiani. En zij waren de hele dag al actief, de Italianen. En Paul Martens zal ongetwijfeld toch niet ontevreden zijn met een derde plek. Al is die blik niet heel erg positief van Martens. Maar een derde plek is toch heel aardig.
Paul die had natuurlijk graag willen winnen. Dus volgend jaar moeten ze allemaal op zoek naar een nieuwe sponsor. En hij wil natuurlijk graag winnen. En Frans Maassen wilde dat ook. De ploegleider van Team Blanco. Een van de belangrijke wedstrijden die ik echt heel graag wil winnen. Nou, het zat er niet in. Ze waren er dichtbij vandaag. Maar het lukte niet. Dit zijn de winnaars van vandaag die de bloemen gaan krijgen. En dat lijkt een mooi beeld om zo dadelijk mee af te ronden. De wedstrijd van vandaag. De mannen van de World Tour ploegen hebben het wel laten zien. Maar we zien ook zeker hoopvolle talenten die in de toekomst hoog ogen zullen gaan gooien. De bloemen en de felicitaties dus voor de derde plek voor Paul Martens. Sonny Colbrelli, de nummer 2, die vandaag dus beslag legt op die tweede plek. Net achter de man die echt heel ruim de sprint wist te winnen. De Duitser Rüdiger Selig, die de bloemen in ontvangst gaat nemen. En dat zijn dan de top 3 van vandaag. Alsjeblieft hier aan deze kant ook. De bloemen voor de nummer 2, alsjeblieft. En terwijl de bloemen nog worden uitgereikt, dank ik u voor het kijken. Mede namens Mark Lots. Straks om 5:45 nog een samenvatting van de koers van vandaag. En vanavond om 7:00 een uitgebreide terugblik van 1:00. Een uitgebreide samenvatting met de mooie beelden van vandaag. Deze jubileumeditie van de Volta Limburg Classic. Gewonnen dus door de Duitser Rüdiger Selig. Mede nogmaals, dankzij mede namens ook Mark Lots. Dank voor het kijken en graag tot de volgende keer. Ja, Nederland, even twee uurtjes recht links. Ja, daar gaat ie. Dames en heren, wacht op nummer 1, 2 en 3 en onze ondermissel staat nog een keer. Rüdiger Selig, Sonny Colbrelli en Paul Martens. De democratie is geboren voor mannen. Dit programma werd gesponsord door Volta Limburg, Vetranet en Bosch Car Service Limburg.